Mijn naam is Walter Sijsens, pater Walter Sijsens. Ik ben jezuïet en priester en ik ben spiritueel hier op dit seminarium in Bovendonk. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk een beetje het geestelijke leven hier superviseer. Dat wil zeggen, ik leid mensen in het gebed, ik heb de groep in nieuwe manieren van bidden. Ik geef ook een klein vak inleiding tot de spiritualiteit, maar het leeuwendeel van mijn tijd en energie gaat eigenlijk in persoonlijke gesprekken met de studenten. Geestelijke vorming is voor mij, zeg maar, het op een structurele manier met gebed en met God omgaan. Voor mij is dat vooral voor mijn relatie met God en met Christus. Hoe ga ik daarmee om? Welke plaats nemen die voor mij in? En op welke manier vormt dat mij? Op welke manier verandert mijn relatie met Christus en met God? Het leren bidden. Ik noem het altijd inloggen. Ingelogd zijn bij God. En ingelogd blijven, zeg maar. Dat ingelogd blijven, dat lukt meestal niet. Want je gaat regelmatig gelijk weer de fout in. En dan ben je bij wijze van spreken weer uitgelogd. Kan je weer opnieuw beginnen. Het is eigenlijk belangrijk dat iemand dat toch een beetje meehelpt, de mensen daarmee helpt groeien eigenlijk. Dus eerst goed luisteren, dus hier gaan we heel goed luisteren. En in de loop van dat gesprek sporen vinden van waar is God nu aan het woord geweest in het leven van die man voor mij? Wat heeft hij daar nu gezegd? Als ik voel dat er is daar een enthousiasme over iets, of ze hebben daar iets moeilijk mee, of... En daar proberen een weg vooruit te beschrijven of te geven. Als het gaat over roeping, dat kun je alleen maar ontdekken in relatie tot God. Dan moet je altijd meer en meer leren ontdekken door te groeien in relatie tot God. Door gebed, door gesprek, door liturgie. Ik was niet zo gewend om dagelijks te bidden en om dat op vaste periode te doen. Maar ik heb hier ook geleerd dat bidden op heel veel manieren kan. En dat bij wijze van spreken gewoon onderweg aan God en Christus denken. En dankjewel zeggen dat het ook een vorm van bidden is. Bidden is eigenlijk niet makkelijk. Het klinkt heel makkelijk. Nou, we bidden onze Vader of een wezen goed. Maar om echt geconcentreerd te zijn, om te luisteren naar wat God te zeggen heeft... Dat is best moeilijk en dat kun je leren. Ik denk dat het moeilijke is het spreken. Als mensen willen wij vaak alles onder woorden brengen. Maar in het gebed gaat het vaak om gewoon stil zijn. Soms dwaal je ook wel eens af met je gedachten. En dan, net als vanmorgen met de bisschop. Je vertelt een heel mooi verhaal. Ik heb het vanmorgen onthouden, alleen het komt ook wel eens voor dat ik opeens met iets anders bezig ben in mijn hoofd en dat ik het dan in één keer kwijt ben. Dan denk ik, ja, mooi verhaal. Zo gaat het bij bidden ook. Ik kan het brevier wel bidden, maar komen de psalmen die je bidt ook echt door? Doet het ook echt iets met je? En ja, ze kunnen het leren door een manier van bidden aan te nemen of aan te leren. Door goede gewoonten te installeren in je leven. Dus bijvoorbeeld 10 minuutjes voor het slapen gaan. Even terugkijken naar de dag. Wat is daar nu eigenlijk gebeurd? Waar was nu eigenlijk God aan het werk? Zonder God heeft dit alles totaal geen zin. En als we niet met die God verbonden blijven, dan valt alles uit elkaar. Alles wat hier opgebouwd was, de studie, de dienstbaarheid, het gemeenschapsleven, alles valt uit elkaar. Het is gestoeld op God. Als we daar niet in verbond mee blijven, dan is het totaal zinloos wat we hier doen.
Het is daarom wel belangrijk dat, dat God altijd in ons leven en in de studie en in het werk centraal blijft staan.